Tegen Story klapt Doris uit de school. Hij laat weten dat het uit de koker van Frans komt. Die wilde dat de soap alleen om zijn gezin zou draaien. Om hem, Mariska, de zonen en hun geliefdes. En natuurlijk onze moeder, die regelmatig bij Frans heeft voor de opnames duidelijk gemaakt dat het niet de bedoeling zou zijn dat Doris ook in de soap zou verschijnen. Ik heb daar geen problemen mee. Doris is ook gewoon naar de verjaardag van zijn broer gegaan. Alleen was ik er niet toen die cambris begonnen te draaien. Of hij toen is weggegaan of zichzelf geposteerd heeft op een andere plek is Doris heeft prima contact met Frans. Veel kijkers vonden het al vreemd dat hij niet te zien is in de soapserie. Er gingen zelfs geruchten dat Doris er zelf voor gekozen heeft om op de achtergrond te blijven. Maar dat is totaal niet zo. Sterker nog, Doris had toch graag mee willen doen. Ik heb er geen moeite mee om in beeld te komen. Dat was vroeger ook niet zo. Maar alles is anders nu. De baars. Twintig jaar later is een mega-succes. De eerste aflevering ging al meteen door het dak. Volgens expert Tina keken daar 1.425.000 huishoudens naar. Een week later waren dat er zelfs 1.487.000. Donderdag lag het aantal op 1.300.000.